Bazour. Bazour. Komt er heel eind. Bazour, daar is de mogelijkheid voor Ajax. Het schot wordt geblokt door de doelman. Sao Paulo hier de kans zien. Wat een geweldige uithalen die de derde mogelijkheid misschien via Nouri. Maar met name de tweede is verwoestend. Op de inzet van hem, van Walian. En dan een herkansing volgt via Bazour. En 1-2 tussen Bazour en Walian. Ezra Walian, die kan verder. Die haalt goed uit. De redding van de doelman levert deze schotpot ogen op van Bazour. Die is geweldig. En Nouri probeert er dan nog met een hoogstandje iets uit te halen. En dat mislukt. Gabriel. Dit lijkt de eerste serieuze aanval van de Brazilianen. Redding van Lamy. Een herkansing. En ook die is voor Lamy. Twee hoogstandjes van Braziliaanse zijde. Die op naam komen van Leonardo. Waarmee hij maar liefst twee Ajaxiden op rij in de luren legt. En dan het schot van Matheus dat Lamy in actie laat komen. En dat doet Lamy voortreffelijk. Hier de uithaal. Dit de redding. Dus duidelijk meer aan elkaar gewaagd. Ajax en Sao Paulo dan in de eerste wedstrijd. Ajax en Toronto. Ik had u wel kreeg Toronto zeggen en schrijven één mogelijkheid. Sao Paulo en Ajax hebben er in deze wedstrijd ieder al meerdere gehad. Walian. Schot. Maakt de enige goal in de eerste wedstrijd tegen Toronto. En maakt nu ook de eerste in deze tweede wedstrijd van Ajax tegen Sao Paulo. Hier de pas van Vissers. Walian, de doelman, eigenlijk gezien. Die staat zeg maar halverwege. En krijgt die bal heel beheerst door Walian onder hem doorgeschoven. En het staat 1-0. En wellicht nog een tweede misschien wel voor Ajax in de maak. Hoewel die op zichzelf is aangewezen. Ali Drissi even wachten. Daar komt Dankerlui. Mooi gespeeld. Ook niet zelfzuchtig. Dankerlui gaat over. En dan is ook de tweede wedstrijd voor Ajax in Pool A geëindigd in een overwinning met 1-0. Ja, ik moet zeggen dat tegen een goede ploeg dat wij gewoon een goed resultaat ook hebben gehaald met voetbal dat we graag zien. Ja, we moesten geduld blijven houden en hun kapot spelen. En dat is gelukt. Ja, maar kapot spelen is makkelijker gezegd dan gedaan, denk ik. Dat is zeker makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet eerst veel dingen creëren om dat te kunnen doen. Kan je eens uitleggen hoe je dat doet? Ja, steeds de vrije man zoeken en zo door blijven voetballen. Dan komt hij vanzelf. En dan ligt de paas en dan scoren we een goed doelpunt eruit. Ja, die paas die kwam van jouw voeten, geloof ik, hè? Kwam van mijn voeten, ja. Ja. Zag je het gaatje? Ik zag het gaatje en Ezra scheelde goed. Dus ik gaf hem en het pakte goed uit. Jullie zijn de enige ploeg tot nu toe met twee wedstrijden gewonnen in jullie pool. Dat wil zeggen dat jullie geplaatst zijn alvast. Nou, dat is helemaal mooi en dat is voor die jongens allemaal fantastisch natuurlijk. En ik vind het ook hartstikke leuk, maar dat hebben ze verdiend, want ze hebben het hartstikke goed gedaan vandaag.